terug. Zo. Met het oude vrachtschip De Valeer varen we over de Maas, de Waal en de Linge. Van keizerstad Nijmegen tot koningsstad Buren. Door twee provincies, Brabant en Gelderland. We ontmoeten markante bewoners langs de rivier en bezoeken bijzondere plekken aan het water. We laten ons meevoeren door de stroom en gaan op zoek naar het mysterie van Maas en Waal. Het geheim van de grote rivieren van de Hollandse delta. Zo. Ah, lekker man. Lekker eitje. Ja. Wat zouden wij zijn zonder eieren? Mag ik het zo doen? Ja, natuurlijk. There you go. Er zit al zout op. Hoor. Er zit al zout op? Ja. Nou, anders ga ik extra doen. Nee, dat moet je niet doen, want dan... Ik begin even met een kopje koffie. Dat is niet goed, hè? Nou, bon appétit, jongen. Dankjewel. De dag gaat weer beginnen. We nemen afscheid van Heukelum. Ja. We gaan naar... Asperen. Asperen. Dat is niet echt heel ver, hoor. Ja. Oh, ik zie er wel tegenop, ja. Ja? Dat is een heel eind. Ja. We waaien er zo naartoe. Ja. Echt waar. Ik kan net zo goed fietsen, eigenlijk. Ja. Heb je gemerkt dat het een beetje stormde vannacht? Ja. Nou, alle bladeren zijn van de bomen gewaaid. In één nacht, ja. Ja. Mooi geluidje weer, Erik. Hij loopt weer. Hij loopt, hè? Op vier poten. Ik zat net even te kijken, waar zitten we nu? Hier, Heukelum. Heukelum. Oh ja. En we gaan even zien. Langs Leerdam gaan we richting Asperen. Asperen. Hier. Dit is het kleinste stukje wat we tot nu toe hebben gedaan. Dat is maar kort. Ja, dat is een stukje. Ik zou zeggen... We gaan van start. Tros los. Meis. On y va. Leerdam. De glasfabriek. De glasfabriek. Nou, echt Leerdam, toch? Glas is Leerdam. Ik heb het allemaal. Je hebt het pet op. Ja, maar die heb ik laatst in huis. Ja, want jouw staat. Weet je dat dat mij helemaal niet staat? Kijk, hier. Dus mag ik even jouw op? Is toch geen porum? Volgens mij moet je eens een keer laten adviseren. Nou, is leuk. Er is in Leerdam een hoedenwinkel, heb ik mij laten vertellen. Die 6 dagen in de week open is of iets dergelijks. En dat komt omdat hier in de streek, om een of andere reden, veel mensen hoeden dragen. Oh ja, met name zondags waarschijnlijk. Maar zondags is die gesloten. Ja, maar die hebben heel veel verstand van hoeden. Nou, wat denk je, als ik daar nou eens advies ga vragen, want iedereen zegt, Donald, een hoed staat jou niet. Dat ik daar eens naartoe ga en zeg van, klopt dat nou of klopt dat nou niet? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Maar deze die kan niet, hè? Of ik moet zo een beetje zo. Ja, nu wordt hij een beetje zwiebertje. Nou, weet je wat? Je moet dat laten, misschien wel Pino. Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Ik ga jou verrassen. Ja. Yes. Hallo. Hallo. Kan ik iets voor u doen? Nou ja, dat hoop ik van ganse harte. Ik ben op zoek, klinkt misschien een beetje raar, naar een hoed die me staat. Nou. Zou het kunnen dat u mij adviseert? Ja, zeker. Ja. Zal ik ook gelijk uw hoofd opmeten? Oh, dat is goed. Ja. Weet een beetje waar we over praten, zeg maar. Ja. Daar loopt u mee. Ze liggen achterin. Ja. 59. 60. Is dat groot of klein? Nou, dit is gemiddeld. Gemiddeld? Ja. Ja, ik weet het niet. Toch zit u wel een paar maten. Ik vind een soort neef van Crocodile Dundee. Ja. Costa del Sol is dit. Maar die kun je ook even met je af. Dit vind ik beter. Wat vindt u beter? Gewoon die langere. De kleurtje is goed. De kleur bij mijn blusje. En de maat? De maat is goed. De maat is goed. Ik ben gelukkig. Nou, dat is heel belangrijk. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Ja. Nou, betalen maar dan. Ja. Hè? Precies. Hoi. Ik ben het. Donald, ik herkende je niet. Ja. Oh, staat goed. Leuk. Geslaagd, hè? Ja, is perfect, man. Mooi. In Leerdam. Ja. Je was lang weg, joh. Hoezo? De hele motor in elkaar gehaald bijna. Kunnen we niet weg? Jawel, natuurlijk. Oké. Maar echt mooi. Maar we moeten gaan zeker, of niet? Ja, zetten we de fiets even aan boord, dan gaan we er vandoor. Asperen. Asperen, met een nieuwe hoed. Dat is goed. Ja. Oké, we gaan. Het gerestaureerde gemaalde oude horn aan de Linge is het woeste atelier van de glaskunstenaar Bernhard Heesen. Bernhard staat in de wereld van de glaskunst te boek als een anarchist. Een kunstenaar die zich laat leiden door het grillige karakter van vloeibaar glas en de grenzen opzoekt van wat er mogelijk is. Dag Bernhard. Ah, die donuts. Dit goed, ik even meekijken. Ach ja joh. Je komt net op het mooie moment. Op het Mont-Supreme. Nou, ja. Dat nog niet. Dat moet nog komen. Wat maak je hier, Bernhard? Het wordt een kan met 6 oren. Een kan met? 6 oren. Met 6 oren? Of 7, dat weet ik nog niet. Dat weet je. Oh, dat weet je nog niet. Dan zien we maar even hoe het loopt. Het lijkt een beetje op een gevecht. Komt allemaal door dat ik allemaal niet bedacht heb wat ik wilde gaan doen. Hè? Langzaam. Heb je die vorm van tevoren in je hoofd of ontstaan? Nou, een klein beetje. Ik bedoel, eigenlijk rotzooi ik maar wat aan, bij wijze van spreken. Ja. Wel geconcentreerd. Maar als toevallig dingen een beetje anders lopen dan dat ze gaan, dan vind ik dat vaak wel vrolijk. Ja. Want dan geeft mij dat een reden om weer iets anders te doen. Ja, dan bij de les blijven en dan vrij voelen, zoiets. Ja, ja. Zoiets. En, ja. En dan hangt het van de concentratie af of het lukt. Of, Ja, precies. Ik zal niet te veel zeggen. En bij het deurtje blijven zo. 5 tellen van tevoren. Komt u zo, Debbie? Sommige mensen die mij aanschouwen, die zien mij wel eens dansen of denken dat er een ingewikkeld ballet gespeeld wordt. Ja. Maar zo denk ik er helemaal niet over na natuurlijk, want ik heb geen... Op een gegeven moment raak je in zo'n cadans dat je... Laat ik zeggen, dan denk je niet meer over die andere dingen na. Dan gaat het allemaal vanzelf en dan ontstaat er vanzelf een ritme dat je 2 passen voor, 1 pas terug en dan... Komt Debbie of Rosa, die komen precies op het juiste moment en dan gaat alles goed. En dan hoef je ook niet meer te kijken of na te denken. En dan, ja, het is bijna een romantisch samenspel van materiaal, hitte, vuur en al dat soort dingen. Ja. Maar dat is alleen maar als het goed gaat. Want als het misgaat, dan wordt het vechten. Eigenlijk kan je dan... Dat er iets gebeurt wat je niet wou. Ja, dan raak je gewoon uit je balans, dan raak je uit je cadans en dan eigenlijk kan je dan beter gewoon maar stoppen. Ja. Dan gaat het gewoon mis. En laat ik zeggen, een heleboel, bij de dingen die ik maak, daar speelt de vloeibaarheid van het glas een hele grote rol. Dus het heeft zijn eigen beweging en vindt bij wijze van spreken uit zichzelf zijn vorm. Daar heb ik verder niet zoveel, wil ik niet zoveel invloed op uitoefenen. En bij dit ding wat ik nu gemaakt heb, dan is het, laat ik zeggen, het laatste moment dat ik echt alles warm maak en alles een beetje laat hangen en alles een beetje laat draaien. Dan vindt het op een gegeven moment zijn eigen vorm. Ja. Uiteindelijk, op het laatste moment. En dan kan het soms helemaal goed zijn. Maar dan heeft dat de vloeibaarheid van het glas het gedaan en niet mijn manipuleren, om bij te spreken. Heb jij zeg maar elke keer weer opnieuw plannen met glas? Dat je zegt, nou, dat heb ik nog niet gemaakt of dat heb ik nog niet gemaakt? Of... Nou, daar komt het uiteindelijk wel op. Nou, plannen. Het is wel zo dat ik nog steeds bezig ben, nou dan kom ik weer terug op die geheimen. Ja. Dat ik nog steeds bezig ben om te onderzoeken wat ik met het spul kan. Ja. Het is voor mij nog steeds een avontuur van wat ik... Nou, wat ik over een jaar ga maken, dat weet ik nog niet. Nee. Dat is een proces. Ja. Dus jij bent bezig, niet met de dag, maar met de projecten waar je mee bezig bent. Daar gaat je aandacht naartoe. En wat je over een jaar doet, dat weet je. Nou, ja. Nou, kijk, het eerste wat van belang is dat ik verplicht ben om bij wijze van spreken elke dag maar weer te blazen. Want die oven die blijft maar branden. Ik bedoel, dat is een soort... Je moet. Ik moet gewoon. Nou, de dag begint vaak met de vraag: wat zullen we nou weer gaan blazen vandaag? En heel soms, nou soms, of best vaak gebeurt het, dan kom ik dingen beginnen waar ik nog eigenlijk geen flauw benul heb hoe die gaan eindigen, hoe die eruit gaan zien, maar dan... En dan komt het vanzelf wel. Nou, dan op een of andere manier lijkt het erop dat in al die jaren dat ik al... Het gaat met golven en dalen. Ja. Soms weet ik echt niet wat ik meer moet doen. Maar dan op een gegeven moment, als je maar doorgaat, dan komt het vanzelf weer een nieuwe fase, een nieuwe uitdaging. Ja. Het is niet een kwestie van gaan zitten en denken, maar... Bij mij is het een kwestie van gewoon doen. Ja. Denk het. Een oude stadsmuur. Ja. Een leuk stadje hoor. Asperen, ja. Eens kijken of er een leuke feetje is. In Asperen, nabij de sluizen, stond langs de Linge een café waar schippers de uren versleten terwijl hun schip werd geladen. Waar de plaatselijke bevolking s'avonds een afzakkertje kwam halen. Zoals de meeste cafés in de kleine dorpjes langs de Linge werd ook dit café al vele jaren terug gesloten. Aspenaar Ton Klein kocht woonhuis en café en bewaarde het interieur als herinnering aan vervlogen tijden. Neem een zit. Zo. We zijn maar samen. Misschien het makkelijkste hier aan de bar. Hoef ik ook niet verder te lopen. Nou ja. Wat gezellig, wat apart hier. Waar kan ik je mee van dienst zijn? Nou, koud biertje. Is dat, dat hebben we nog. Ja, dankjewel. Ja, we kregen vroeger nog wel eens mensen binnen, want we hebben jarenlang zat op de binnendeur dit bord. Ja, volledige vergunning. En als de deur dan open stond, dan stonden ze al binnen. Ja. We hebben het op een zondagmorgen gehad dat mijn dochter hier het eerst uit bed was. Was een jaar of 12 en die ziet mensen en die zeggen een beetje ongedurig 3 koffie. Ja. Ze gaat nog koffie zetten ook. En die mensen wilden later betalen. En die zeiden, het kost niks. Die vielen uit alle wolken en kreeg ze een prachtige bedankkaart. Ja. Dat ze zo leuk ontvangen was. Dus je dochter zat gelijk in de horeca, zeg maar. Ja, maar sinds die tijd hebben we dat bord nog maar verder. Ja, want ik zit hier nou in een... proost overigens. Gezondheid. Ja, gezondheid. Ja. Ik had zo'n mooi verhaal gehoord over... Een man aan de Linge in een oud huis wat vroeger een café was. En die man die woont daar met zijn vrouw. En dat café kun je nog proeven als je daar bent. En nou ben ik er. Wat is het verhaal? Wat... Het was een café, annex slijterij zelfs. Je kocht hier ook de flessen. Je wilde niet het café gaan runnen? Nee. Maar je hebt het wel in stand gehouden. Ik had een bedrijf, joh, waar ik handen vol had. Maar waarom heb je het zo... Nou, wij vonden het sfeer hebben. Ja. En we zijn daar niet aan gaan sleutelen bijna. Nee, daar hangt nog een beetje hier die sfeer van. Er heeft ze hier heel wat afgespeeld volgens mij. Ja, kijk, de Linge was de transportroute. Mm-hmm. En er was een rederij met 3 boten, de rederij Heemskerk. Dit gebouw, dit huis heeft dus ook een geschiedenis met de Linge. Ja, helemaal. Want al die mensen die wachten moesten tot de boot wegging. Hè? Ja. Dus of je naar Nogorken moest of naar Dordrecht... Of naar Rotterdam. Hier wachten. Allemaal met die boot. En die wachten hier. En dit was de wachtruimte. En werd hier een sherrytje gedronken of een biertje of een... Ja, van alles. Toch veel jenever dacht ik hoor vroeger. Ja, die indruk heb ik soms ook, ja. En bier getapt. Ja. En bier getapt, ja. Nee, bier was toch heel belangrijk. Koud biljart, de koude lei die trekt vocht aan. Een koud biljart is niks waard. Here we go. Hoe heet dit café eigenlijk, Ton? De naam? Ja, toen Café van Herwaarden. In de Wateralmanak staat het Café van Herwaarden. Staat het Café van Herwaarden. Hotel ja. bij. Zo. Lijkt er een beetje op, hè? En hoe heten die eigenaren? Van Herwaarden, Thijs en Dana. Dana, dat was wel een begrip, of niet? Ja, joh. Thijs die deed daar de weegbrug. En dan riepen wij wel eens. Dana was een mooie vrouw. En dan wij als jochies van 12, 13, als er een voer hooi gewogen moest worden, dan moesten we, ja netjes, dan moesten we Thijs roepen. Ja. Maar dan lag Dana hier op zo'n binnenplaatsje te zonnen. En dat deed ze niet op zijn aspers, dat deed ze poedelnaakt. En dan wij als jonge knullen natuurlijk achterom. Ja. En ze verblikt of verbloosde niet. Ja. Maar een leuk, hartelijk iemand. Ook als ze bloot lag. Ja, ja dat zijn we allemaal voor de puberteit geweest. Ja, nee, maar was je nog een jongetje, toch? Ja. Ja, echt. Zeg, welke bal was nou voor mij? Ik ben het vergeten, man. Ja, de warme, denk ik. Ja, ik ben begonnen trouwens met jouw bal. Oh, dan ben jij dat geweest. Die was er nog steeds. Ja. Oké, dan neem ik die. Goed man, nou, jullie zijn mooi. Ja, je bent mooie tijd. Hé hey, meisje, jasje uit, kapstokje, lekker zitten. Het wordt een leuke avond. Hé. Hey. Een mooi sikkeltje. Hoor ik daar wat? Ik hoor wat. Ja, zie je wel. Kom erin. Hey, hallo. Monia, hallo. Hey Kees, hallo. Mag ik je voorstellen? Dat is Erik de Schepper. Erik. En Mees, de bootjongen. Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren. Traag door oneindig laag land gaan. Rijen ondenkbaar, eilen populieren. Als hoge pluimen aan den einder staan. En in de geweldige ruimte verzonken, de boerderijen verspreid door het land. Boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en ommen in een groots verband. En de lucht hangt er laag. En de zon wordt er langzaam in grijze, veelkleurige dampen gesmoord. En in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord. Monia, wat prachtig. Dankjewel. Marsman. Hoe heet het eigenlijk, dat gedicht? Denk even niet meer. Herinnering aan Holland. Herinnering, niet Denkend aan Holland. Volgens mij is het Herinnering. En het begint met Denkend aan Holland. Daar kennen we het allemaal van, toch? Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Het is natuurlijk een gedicht mooi in een ritme geschreven. Dus ja, dat is eigenlijk zo... op muziek gezet en is het maar net wat past bij het sfeertje. Dus een beetje zoeken, maar ja, dat... Een pas bij het sfeertje betekent voor jou dat het... Nou, het was voor mij wat melancholieker. Het is een herinnering, denken aan. Dus ja, daar kan je hele leuke, gezellige hoempa-majeur akkoorden bij zitten. Nee, dat had ik niet mooi geroepen waarschijnlijk. Nee, dus, het moet wat sferischer, wat rustiger. Dat je dat niet, wat sferischer, wat rustiger allemaal. Ja, dus, het kabbelt ook een beetje als water. Ja. Nou, dat heb je bewust gedaan. Bewust gedaan. Tingelingelingeling, ja. Als er een mooi ritme in zit, kan je daar zeker iets moois mee met muziek. Dus nou, ik mag hopen dat je nog eens de poëzie induikt. Bedankt. Graag gedaan. Oké. went away. The days grow long, and soon I'll hear the old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Doe dan. Jongen. Ze doen het niet. Heb je al? Ja, je hebt alles, hè? Goed, jongens. Wat een soort Sinterklaasavond. Sinterklaas, gaat het een beetje? Of moet je wel jawel. Gaat het jou een beetje ondersteunen? Jawel. Op je benen blijven staan. Oh, jongens, luister. Bij elkaar blijven, dan kan er niks gebeuren. Hier ga ik zeiken.